Dit is hoe we het Noord-Koreaanse leger kennen, in vol ornaat op de jaarlijkse parade in Pyongyang. Militairen, tanks, gevechtsvliegtuigen. En achter de schermen het Noord-Koreaanse cyberleger. Volgens experts misschien wel het belangrijkste departement. Eind jaren 80 was Kim Jong-il er eigenlijk al van overtuigd dat hij het zou verliezen op het gebied van conventionele oorlogvoering met Japan, met Zuid-Korea, met Amerika. En heeft toen besloten om in te zetten op wat toen nog elektronische oorlogvoering heette. Vanaf toen zijn ze eigenlijk jongens en meisjes, scholieren, al gaan voorselecteren op wiskundig aanleg. Om hen op te leiden tot programmeurs en hackers. Dus dat is al veel vroeger dan de meeste andere landen. En het blijft niet bij opleiden alleen. In 2014 laat Noord-Korea zich een eerste keer online gelden. Aanleiding een Hollywood-comedie. Take him out. You want us to kill the leader of North Korea? Yes. What? In 2014 is er de hack op Sony Pictures. Dus Sony Pictures had een film uitgebracht waarin een complot werd gepresenteerd op Kim Jong-un. En dat werd niet geapprecieerd en dus Sony Pictures werd gehackt. Al hun vertrouwelijke informatie werd publiek gemaakt en ook een groot deel van hun bestanden werden gewist. Somebody is able to intimidate folks out of releasing a satirical movie. Imagine what they start doing when they see a documentary that they don't like. Or news reports that they don't like. De Sony hack is een eerste vooral symbolische actie. Maar met een cyberoorlog valt ook geld te verdienen. Veel geld. En dus kiest Noord-Korea een nieuw doelwit. De financiële sector. In 2016 is er een aanval geweest op een bank in Bangladesh. Waarbij grote bedragen, ongeveer 850 miljoen dollar, zijn versluist via het SWIFT-netwerk. Uiteindelijk is men op dit moment nog niet geslaagd om de laatste 60 miljoen dollar te recupereren. Die is ergens in de Filipijnen verdwenen. Wat volgt is een reeks digitale bankovervallen. Opbrengst 2 miljard dollar, schrijft persagentschap Reuters op basis van een gelekt VN-rapport. Geld dat gebruikt zou worden om het Noord-Koreaanse raketprogramma te financieren. Waar het rapport zich op lijkt te richten is echt die cyberoperaties waar Noord-Korea geld mee verdient. En dat betekent dus of het geld stelen of mensen afpersen door, of instituten door ransomware te installeren of te chanteren wellicht met gevoelige informatie die ze hebben verkregen. Maar er zit wel meer achter hoor. Noord-Korea heeft hier natuurlijk een heel belangrijk wapen in dat misschien nog wel belangrijker is dan de raketten die ze af en toe afschieten. Omdat dit moeilijk traceerbaar is. We weten dat Noord-Korea het is. We weten het vrij zeker. Maar 100% zekerheid is moeilijk te krijgen met dit soort activiteiten. Hoofdverdachte volgens de Amerikanen Park Ying-hyuk. Noord-Korea ontkent en spreekt van een lastercampagne. Attributie is natuurlijk altijd heel moeilijk. En we weten nooit zeker waar die aanvallen vandaan komen. En het kan ook zijn dat één land zich voordoet als Noord-Korea. Dus in die zin gaat het over smoke and mirrors, zoals dat in Engels heet. Er is heel veel deceptie en je weet het eigenlijk niet. Maar het is inderdaad zo dat voor Noord-Korea een heel effectieve manier is om schade toe te brengen. En cyberwereld is een wereld waarbij je met heel beperkte middelen toch heel veel schade kan aanrichten, zonder dat je zelf echt kwetsbaar bent. Want Noord-Korea is quasi ongevoelig voor een cyberaanval. Burgers kunnen amper of helemaal niet online en ook de infrastructuur staat los van het internet. En laat dat in het Westen nu net het grote probleem zijn. Eigenlijk wordt het cyberdomein beschouwd als een nieuw militair domein. Na de landmacht, de zeemacht, de luchtmacht en de ruimte is nu de cyber als een bijkomend domein toegevoegd. En een groot probleem daar is dat een belangrijk deel van cyberoorlog wordt gevoed op civiele infrastructuur. En dus eigenlijk krijgen we hier problemen met de conventie van Genève, met het feit dat de militaire aanvallen zich plots op civiele doelwitten en civiele infrastructuur gaan richten. Een bedreiging waar ook ons land niet aan ontsnapt. Investeren in cybersecurity is dus de boodschap. België heeft een aantal belangrijke inspanningen gedaan om te verbeteren. Er is natuurlijk nog altijd mogelijkheid tot verder investeringen en verder uitbreidingen. Maar in het algemeen, gezien onze positie, gezien het feit dat wij ook de zetels hebben van de EU, van de NATO, denk je dat we toch een heel interessant doelwit zijn. En dat we zouden moeten meer investeren dan we nu doen in beveiliging van onze infrastructuur.